vond de reactie wel heel grappig, omdat die avond zelf de mensen helemaal zo van gefeliciteerd, goed gedaan. En ik was nog niet helemaal tot me doorgedrongen dat ik echt gewonnen had en zo. Dat was wel heel grappig en heel lief. Ik had niet echt verwacht dat ik zou winnen, want er waren heel veel mensen die zeiden tegen mij van jij gaat echt winnen. En ik had zoiets van nee, dat was niet. Ik heb wel heel vaak zo getwijfeld aan mijn werk van is het wel goed genoeg en is het niet te saai of past het er wel bij. En mijn tips voor deelnemers voor volgend jaar is wel gewoon doen wat je zelf echt leuk vindt en niet te veel over na gaan denken, want dan ga je heel erg twijfelen. En eigenlijk als je iets maakt wat echt van jezelf komt, dan lukt het ook het best. Wat ik erg mooi vond is dat jullie zowel de positieve als de negatieve kanten ervan hebben belicht. We kwamen van het podium af en we hadden zoiets van oké, dat was echt super gezellig, laten we gewoon er een mooie avond van maken. Maar ja, toen stonden we daar dan tijdens de prijsuitreiking. Zoiets zie je echt niet aankomen. En het was uiteindelijk echt een enorme shock, maar wel super leuk. Maar daarna? Ja, de reactie echt heel erg leuk. En het was ook zo van, wow, heb je gewonnen? En ik hoop weer inderdaad op dagen van moment volgend jaar meer mee gaan doen. Gewoon, inderdaad, de reacties erna zijn super leuk. En het was gewoon heel erg leuk om een paar weken heel erg intensief met één zo'n ding bezig te zijn. Een tip voor mensen die volgend jaar meedoen is gewoon creatief zijn. Doe je eigen ding, zorg dat je opvalt tussen de rest. Dat is wel echt het belangrijkste, want wij hadden dan een eigen lied. En dat hadden andere mensen bijvoorbeeld niet. En daarin blokken wij wel uit. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is, gewoon echt creatief zijn. Show me everywhere you wanna go.